We gaan een heel lekkere soep maken en jawel, met verloren brood. En dan hoor ik je misschien zeggen, Sofieke, verloren brood, dat is toch zoiets een beetje dessertachtig? En wel, ik mag me jullie toch een beetje de zot houden. Hè. Ik maak verloren brood, dus ik ga oud brood gebruiken. En in dit geval een mooie pain français, hè, zo een Frans brood. Maar ik ga dat zout maken, dus niet zoet, maar zout, voor zo mee in uw soep te eten. Heerlijk. Maar we gaan beginnen met de soep. Met wit van prei, ajuin en paddenstoelen natuurlijk. We gaan ajuin fijn snijden. Ik ga ook al een stukje boter in mijn pot doen. We gaan eigenlijk maar 3 ingrediënten gaan aanstoven. En we gaan die heel simpel houden door alle ingrediënten aan te stoven in boter. En ajuin, dat moet toch altijd in gelijk welke soep als basis. Zo, en we gaan dit lichtjes gaan aankleuren, dat de smaak zo goed naar boven komt. Oké, je kan dan blussen met bouillon, maar heel gemakkelijk een bouillonblokje. En je laat het zo'n beetje mee aanbakken met de ajuin. En je gaat zien, je gaat vooral ruiken dat het trekt zo. Een heel lekker aroma geeft. En ik heb hier een kippenbouillonblokje genomen. Maar dat kan gewoon groentebouillon zijn ook. Hè. Je neemt maar wat er in je kast ligt. Kijk, en dat karamelliseert mooi. En dat riekt ook super lekker. Echt waar. Oké. Ik ga dat al een klein beetje van het vuur zetten. En dan kan ik de prei gaan fijn snijden. En je ziet, ze verkopen dat al. Hè. Dat staat dikwijls in een recept, wit van prei. En dan kunt u dat al kopen, zo, met het groen af. Want het groen gaan ze dikwijls gaan verwerken in hun soepen. Of bijvoorbeeld bij mosselen. Het is echt geen werk, hè, zo'n soep. En superlekker. Oké. Wit van prei mag er ook bij. En waarom gebruik ik enkel wit van prei? Ja, omdat ik die soep toch niet echt naar de groene kant wil zien gaan. Hè? Want het is paddenstoelroomsoep. Dus als je toch iets... Ja, wit ziet dan niet, maar toch groen ook niet. Hè? En laat die prei ook maar schoon aanstoven. En als je ziet dat het zo wat droog wordt, dan mag daar nog een stukje boter bij. Oké, dan mogen de paddenstoelen erbij. En paddenstoelen gaan we niet gaan spoelen, maar als er zo'n beetje aarde aan hangt, dan borstelt je dat gewoon weg. En dan in schijfjes, in stukjes, in brokjes. Het is goed dat je wil, want straks gaat er de mixer in. Hè. Je krijgt daar wel zo direct een schone hoop van als je dat in schijfjes snijdt. Ik word daar weer helemaal rustig van, zie van paddenstoeltjes te snijden. De rest gaat erbij. We gaan die... En die mogen zo heel even nog weer meestoven. En dan gaan we blussen. Hè. Niet met bouillon, want we hebben ons kippenblokje al gebruikt. Maar gewoon met water. Peper en zout. En dan laten pruttelen. Hè. Om straks te mixen. Zo. Daar mag ja toch dubbel zoveel water bij. Voilà. Pollepel eruit, deksel erop en laten gaan, hè, een tiental minuutjes. Oké, dan kan ik verloren brood maken. Hè. En ja, dat moet nu niet speciaal de deze zijn. Hè. Van, oh, ik wil echt wel dat brood dat Sofie gebruikt. Nee, dat kan gelijk wel brood zijn. Maar geen suikerbrood, rozijnenbrood of ja, zoetbrood. Dat is echt wel voor de desserts. Dus, oud brood en voor de rest eigenlijk
Hetzelfde als voor het zoete verloren brood. Een broodmes, een ei en melk. En dat melk ga ik al opwarmen, omdat dat dan gemakkelijker die korsten gaat zacht maken. Met koud melk, met koude melk gaat dat ook, maar dat gaat langer duren. Dus met warme melk gaat dat makkelijker. En dan zo die hardste korsten, die laat je maar weg. Maar dan moet je brood gewoon in stukken snijden. Hè? In stukjes snijden. Zo, zie. Je moet ongeveer het dubbel hebben van je melk. Eigenlijk moet dat zojuist een beetje onder gaan staan. Duwt daar maar wat op. Nu een beetje soppen in de melk. Het is de bedoeling nu dat al de melk in die broodjes, alleen die stukjes brood, gaat trekken. En dan gaan we daar een beetje de kruiden aan toevoegen. En dat zijn geen rozijntjes of bruine suiker of zo. Maar dat is peper en zout. Maar we kunnen wel verse kruiden aan toevoegen. En verse kruiden op onze portemonnee-dag, dus gewoon peterselie. De krulletjes gaan eraf en de takjes kunt je houden voor je bouillons of je soep. En ik kan, ik mag dat eigenlijk nu al verklappen, dat het niet meer dan 2 euro per persoon gaat kosten. Straf, hè? Zo, dan mag wat grof gehakt zijn. Ik ga dat in een grotere kom doen. Een beetje kan mengen en dan niet alles volgen. Okay. En kijk eens naar die structuur. Dat is echt zoal... Ja, een pap kun je dat niet noemen. Maar dat ziet er toch schoon stevig uit. Dat mag bij de peterselie. En dan mag het eitje erbij, een volledig ei. En dan goed onder elkaar mengen. Hè. En als je dan ziet van, dat is eigenlijk de droog, ik krijg dat niet gemengd, dan doe je er nog een beetje melk bij. Voilà, en je blijft maar mengen. Totdat je ziet dat je daar zo... echt wel balkjes kunt van maken. Hè? Zie je dat? Zo. En die gaan we dan straks gaan bakken. Zo, die zijn klaar om te bakken. En dan gaan we die in ons bordje met soep leggen. En dan gaan die zo zwellen. En dan, ik moet je niet vertellen, super lekker. En we gaan die bakken in boter of in een beetje olie zou ook mogen. Voilà. Zo, en gewoon aanbakken zoals vlees. Balkjes, maar het is verloren brood of gewonnen brood toch? Hè? Want dat ging normaal gezien in de vuilbak of voor de kippen of chapeluur van maken. Maar kijk, dat gaat hier straks in de soep. Voilà, laat die maar goed gaan. Dan kunnen we de soep mixen. Hè? Maar dan moet ik er ook nog eerst room bij doen, hè, want het is paddenstoelroomsoep. 150 milliliter. En mixen. Volle bak, hè. 12. Ook gaan zeven, maar ik vind dat eigenlijk absoluut niet nodig. Want je mag die
champignons ook wel voelen. Hè. Het is gewoon gemixt. Je hebt daar nog zo'n beetje stukken in. Maar ik heb er room aan toegevoegd, dus dat heeft de smaak een beetje weggenomen. Dus gaan we proeven en zien of we nog moeten bijkruiden. Ah, oh, dat is toch zo lekker, hè. Champignon, roomsoep, maar toch, door de room zijn de kruiden een beetje verzacht. Dan doen we er wat bij, hè. Voilà. Eens mixen. En dan kijken we eens naar verloren brood hier. Je zou daar ook nog kunnen gebakken ajuin aan toevoegen. Kijk wat een schok korstje dat je daar kunt aangeven. De onderkant, de bovenkant, dat nu de onderkant is, nog een beetje laten aanbakken. En dan hebben we ons eerste gerechtje. Oké, we kunnen gaan serveren. En als je het receptje wilt van de lekkere roomsoep, paddenstoelenroomsoep, met gewonnen, ik weet het, of verloren, ik weet het nu op de duur niet meer, vtmkoken.be. Vuurtje mag uit. En je hebt een lekkere maaltijd voor €1,66. Is dat nu niet zo ongeveer de prijs van een pintje? Maar je hebt gegeten, hè? Allee, tot morgen. Dag. I promise you, I promise that I'll run away.